XL. Heb je ook een S'je? Op de achtergrond de dames waar het om gaat. Hoe moeilijk was het om die dames bij elkaar te krijgen? Nou, eigenlijk, achteraf, minder moeilijk dan we dachten. We dachten eerst, ja, we beginnen en zal het wat gaan lukken. Maar we hebben een goede anderhalve maand publiciteit gegeven. We hebben er vandaag al 8. Nou, dat is geweldig. En wij weten zeker, met deze enthousiasme die we nu al bij deze dames gezien hebben. Nou, binnenkort hebben we er 15 hoor. Het moet elkaar ook een beetje aanzeggen van mond-op-mond reclame. Ja, alles gaat via de mond-op-mond reclame. Als deze dames, en wat ze dus straks ook tegen ons gezegd hebben, meteen zich zo welkom voelen bij Heracles. Ja, dat gaat zich rondzingen. En dat betekent dat ze dames gaan beïnvloeden en meekomen. We hebben gezien dat ze in Engeland begonnen zijn met damesvoetbal vanaf 40 jaar. Terwijl ze daar ook begonnen zijn met 60 jaar. En dan hebben we geïnformeerd, wat is nou de reden? Ja, en dan zie je gewoon, de Engelsen lopen altijd ver vooruit op de Nederlanders. En die zeggen, de populatie van dames is veel minder dan van heren, omdat het een kortere geschiedenis heeft. Als wij dan de lijn doorzetten van Engeland naar Nederland. In Engeland kende men al lang damesvoetbal. En hier in Nederland is het pas echt populair geworden sinds de successen van het Nederlands damesteam. Ja, als je dan met de leeftijdscategorie van 55 plus, 60 plus begint, dan krijg je waarschijnlijk heel weinig mensen. Dus wij hebben gewoon het idee gestolen van Engeland, 40 plus. Engeland was de voorloper. Jullie zijn de voorloper, want jullie zijn de eerste eredivisieclub die een damesafdeling heeft. Ja, dat klopt. Maar ja, een beetje, en dat mag in Twente niet, trots zijn. En dat noemen Tukken meteen arrogant. Wij zijn in heel veel dingen een voorloper. En dat willen we ook graag zo houden. Wil jij die uitbreiding van die club die nu 9 mensen groot is, hoe realiseer je dat in de toekomst? Nou, de mond-op-mond reclame. Daarna zullen we heel veel publiciteit blijven geven op social media. We zullen folders maken om op verschillende plekken neer te leggen en om de doelgroep nog verder te vergroten. Wij hadden eigenlijk dit jaar bij de Almelo City Cup al een damestoernooitje willen organiseren. Maar daar zijn we van teruggekomen, dat was nog te vroeg. Maar je kunt erop rekenen, volgend jaar, dus niet aankomende editie, maar het jaar erop, is er ook een damestoernooitje bij, hoor. Maar één ding belangrijk, iedereen die bij ons lid is, is gelijk. Of je nou gevoetbald hebt, of niet gevoetbald hebt, of je een geloof hebt of geen geloof, of je een goede maatschappelijke functie gaat doen of niet, bij ons is iedereen hier gelijk. Dus wat voetbal betreft zeggen wij, lol staat voorop.